Van dicht tot wijken met gevaar. Ze deden een referendum in Nederland. En toen gingen we stemmen. Toen deden ze niks met de uitslag. Op 15 maart gaan we weer stemmen in Nederland. Stem je dan weer op diezelfde partijen? Gebeurt er weer niks met die uitslag. In 2016 zag ik net als jij hoe ze omgaan met dat referendum. Ik vind dat dat moet stoppen. En ik stelde me kandidaat voor die Piratenpartij. Niet weer zo'n kleine nieuwe partij die mee gaat doen met de spelregels van Den Haag. Maar een kleine nieuwe partij die die spelregels uitdaagt. Dat is waar de Piratenpartij voor staat. Dat is waar ik voor sta. Ik sta op plek 4 van die kieslijst. Mijn naam is Rieke Brouwer. Je kan op me stemmen, 15 maart. Den Haag is die kant op. Zelf meteen om dicht of wij.